Op het KIM wordt varen je tweede natuur. En als aspirant-officier wordt het een gewoonte om je verantwoordelijkheid te nemen. Dit is Learn to Lead. Een aantal aankomend officieren neemt ons in deze serie mee tijdens hun opleiding. Voor een carrière bij de marine, landmacht, luchtmacht of marechaussee. Onze aanstormend officieren varen voor het eerst als volwaardig lid mee tijdens de kruisreis. Mijn kruisreis heb ik op de Evertse gedaan. Wat kleiner schip en best wel een hechte bemanning. We zijn echt bezig met het mijnenjagen. Stand-by voor explosie. Iedereen klet met elkaar, feestjes, gezelligheid. En dat is toch wel iets wat bij mij past, wat ik heel erg leuk vind. 5, 4, 3, 2, 1. Daar heb je een chef wasmachinemaker en de veiligheids. Veiligheid gaat boven alles. Boven alles. Ja, dat is toch wel een redelijk essentieel onderdeel als je er lang mee bent. Ja, de eerste keer door de gang heen was al drie keer mijn hoofd raken en aan mijn hutjes prima. We hebben het hoogtepunt gemist. Het lampje is versprongen van de voorwas naar de hoofdwas. Ja, sommigen hebben er dan moeite mee dat je met 6 man op zo'n hut ligt. Nou, het is dus de bedoeling zo meteen dat we formatie gaan varen. En vooral dat we weten wat een korpen en een turn is. Nee, ah! Het is best koud, maar ben ik zijn pakje aan, hè? Ah! Ja, echt heel leuk. Heel erg goed. Dat is onze kok. Ja, hoi. Ja, nu lekker barbecue. Precies. Je krijgt ontzettend veel verantwoordelijkheid. Jij bent degene die dat schip mag varen. En als het niet goed is, ja, dan schrijven ze wel in. En ja, dat was gewoon echt heel erg leuk. Dat is, daar doe je het voor. En nou ja, dit is een spelpunt. Kijk, de schipper is er mee bezig. Nou, we zijn nu even een duikje te water aan het laten. Na 2 pittige weken keren onze adelborsten terug voor de laatste loodjes op het KIM. Nu nog 4 weekjes op het KIM even doorbuffelen. Met vakkastabiliteit en volgens mij ook nog iets met recht en van alles en nog wat. Dus dat is nog wel even door een zure appel heen bijten tot het zomerverlof. Maar als je dan weer eventjes kan terugdenken aan die afgelopen 2 weken, dan weet je waar je het voor doet. En dat is me tot nu toe echt wel allemaal waard. Dus op naar het einde van het jaar dan maar. Op die! In de volgende aflevering krijgen de KMA-kadetten hun beruchte proeven van bekwaamheid. Dus echt de laatste loodjes van de KMA. Ah, mijn been! Ah.